Dat ziet er overtuigend uit. Was het dat ook? Ik denk het wel. Ik denk dat wij uh, de hele match gecontroleerd hebben. Uh, weinig hebben weggegeven op, uh, op één kopbal, denk ik na, in de eerste helft. Oh. Ik denk dat dit gewoon een heel goed rode was vandaag, uh, die uh, alles onder controle had en uh, echt liet zien vandaag wat hij kon. Want vanaf de zijkant leek het erop alsof jullie ontzettend geduldig waren, geen moment getwijfeld hebben. Voelde het ook zo binnen de lijnen? Ik moet zeggen van wel, eigenlijk. Ik denk uh, ja, normaal, uh, we zijn gewoon dat de eerste goal rap valt of snel valt. En die viel vandaag iets later. Maar uh, ja, we, we wisten wat wij konden. En we wisten ook wat zij konden, Want het is best wel een goede ploeg voetballend, vind ik. Maar um, ja, ik denk dat wij uh, gewoon vanaf seconde één de controle hadden. En dat ook voelden. En uh, ja, dan, dan weet je van oké, okay, die, die goal gaat vallen. En die kansen kwamen er ook. En uh, ja, goed, in de eerste helft viel die goal. En dan moeten zij komen. En dan helpt die rode kaart natuurlijk ook. Maar die rust hè en dat geduld. Komt dat ook doordat je de laatste weken zo ontzettend makkelijk gescoord hebt in al die wedstrijden? Ja, zeker. Dat helpt zeker. Ik denk. Uh, dat je makkelijk scoort en dat je er ook weinig tegen, tegen krijgt, dat, dat helpt. Uh, 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 dat je vertrouwen hebt natuurlijk. En, 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 en we winnen ook. Dus uh, ja, zeker helpt dat. Ja. Um, jullie scoren ook vaak in de slotfase. Uh, het valt iedereen op. Um, dat schijnt ermee te maken dat jullie ontzettend fit zijn. Um, dat geeft ook toch voor jullie als ploegertje. Je weet dat dat altijd kan in het slotkwartier dan. Ja, klopt. Ik denk dat we, dat we fitter zijn dan de tegenstander. Dan moet ik ook wel zeggen dat uh, dat toch wel een terugkomend patroon is dat, dat de wissels echt wel, wel een ding doen. Ik moet echt wel de, de invallers credits geven. Die, die brengen iets extra. en uh, ze, ze komen er ook voor. Uh, ze komen er ook voor op het veld. Dus uh, die doen hun ding en ze doen het gewoon goed. Hoe lekker is het eigenlijk om dit, in dit elftal te voetballen? Want het ziet er ontzettend sprankend uit, eigenlijk, over het algemeen. Ja, leuk. Ja. Als, je, als je alles wint, dan, uh, dan is het leuk natuurlijk. Hè. We hebben nu uh, vier tegenhooppunten, denk ik. Dus als verdediger kijken naar Vandaag had, uh, had het er een no moeten zijn. Maar goed, een foutje gebeurt. Uh, moet je het leren. En dat is het ook. Dus kut. En uh, daar blijft het ook bij. Maar goed. Uh, het is leuk om, 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 om te voetballen bij een team uh, met vertrouwen en, en die op kop staat. En uh, die er bijna elke wedstrijd 3-4 scoort. Dus uh, als je er dan ook weinig tegen kreeg, is het natuurlijk heel leuk. Nu je toch gaat door die tegengewoon, Matthijs, moet je het toch even over hebben. Um, wat gebeurde daar? Want het zag er een beetje komisch uit. <laughs> ja, um, ik heb minder gelachen, moet ik eerlijk zijn. Maar um, ja, goed, ik kreeg een bal van Boyd die, die uitgooit. En, um, Eigenlijk, zonder te kijken, wil ik hem terugspelen op Bukker, die uh, eigenlijk slim langs de goal staat. En ik, 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 ik schiet hem gewoon zelf in de eigen goal. En uh, ja, ik denk, het uh, is gewoon volledig mijn fout. En uh, uit leren zeker. Het is kut, uh, zoals ik zeg, maar meer als dat is het ook niet. Ben je Lennart Doneels nog even gaan bedanken, dat hij me van tevoren die bal uh, even binnen binnengost? Ik heb gezegd tegen Lennart dat hij nu uh, vandaag evenveel goals als mij heeft gemaakt. Dus daar kon hij wel om lachen, denk ik. Wat wordt sowieso veel gelachen bij jullie. Dat is niet zonder reden, um, want iedereen roept al wekenlang: we kijken niet naar de ranglijst. Um, hoe is het bij jou eigenlijk? Kijk je wel naar die ranglijst? Kijken we naar de ranglijst? Ik niet. Ik moet zeggen dat ik naar, uh, naar de tegenstanders kijk en dat ik uh, gewoon puur bezig ben met de aankomende matchen. Uh, ik denk dat de sfeer zo goed is omdat je ook veel wint natuurlijk. Als je veel verliest dan uh, is, is de sfeer natuurlijk wel minder. Maar uh, de sfeer is ook gewoon goed omdat we ook allemaal goede jongens zijn. En, en, en ik denk dat we kunnen zeggen dat, dat we gewoon allemaal vrienden zijn. En, uh, maar goed, dat komt namelijk ook doordat we veel winnen en veel vertrouwen hebben. Tegelijkertijd, de titel die kan gepakt worden. Uh, concurrentie verspeelt bijna collectief punten vanavond. Allemaal één overwinning in de komende twee. En je hebt een periodetitel. Dat is ook wel een soort van doelstelling die je kunt halen, toch? Well, ik denk dat we zeker nu moeten uitspreken dat we die gewoon moeten pakken. En uh, daar gewoon vol moeten voor gaan. En uh, ja, ik denk als we volgende week uh, zakelijk zijn en, en, en op een mat uh, kunnen komen zoals we vandaag uh, tevoren zijn, zijn gekomen, dan. Uh, dan maken we grote kans, maar ik denk niet dat we de graafschap uh, moeten, moeten onderschatten en ik denk dat wij wel op en top ons best moeten doen en uh, er gaan moeten staan. Hoe is de kans dat jullie het hele seizoen blijven meedraaien bovenin? Want het uh, blijft maar duren toch wel. Het zijn zeven speelrondes, maar toch heel veel punten. Een <laughs> moeilijke vraag. Ik denk uh, we winnen nu en het vertrouwen is daar, dus uh, dat zit goed. Uh, Moet ook blijven, binnen. En ik, uh, ik ben benieuwd wat, wat, een, wat een groep kan tegen als het misschien even wat wat, wat minder gaat nu. Ik denk dat uh, als ik naar ons kijk, zelfs als we winnen, blijven we gewoon keihard werken, ook op training. We doen er alles voor. En uh, ja, goed, als het natuurlijk even in een minder periode zit, dan ben ik wel eens benieuwd hoe het hier gaat gaan. Maar uh, ik heb er wel alle vertrouwen in dat wij gewoon uh, onze matjes zullen spelen en ons best zullen doen. En dan zien we wel. Nog één dingetje. Um, reserveaanvoerder, wist je dat eigenlijk op voorhand? Ja, in het uh, begin van het seizoen is dat mij uh, gecommuniceerd. En dat is natuurlijk heel leuk. En uh, voor mij een hele eer om voor, uh, voor een club als School uh, aan tweede aanvoerder te zijn. Uh. Ik bent basispeler, maar 21 jaar nieuweling uh, dat is niet vanzelfsprekend. Dat zegt ook wel iets, toch? Ik, ik ben natuurlijk heel blij en vereerd dat, 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 dat het zo is. En uh, ja, ik zeg het: uh, om, om ook voor zo'n mooie club als RODA dat te zijn, uh, is voor mij een heel eerlijk Ik ben, ben super blij dat ik het mag. En uh, dat ik het mag zijn en dat het ook zo goed gaat. En uh, goed, mag voor mij zo blijven doorgaan. Ik zeg het. Uh.